Helge, ik heb ergens in een interview gelezen dat jij, waarin je hebt gezegd, het gaat om dat ene magische moment in de studio of op het podium. Ja. Heb jij tijdens de opnames van deze plaat een magisch moment gehad in de studio? Ja, zeker. Meerdere. Ook omdat we waren met zo'n goede groep aan het werk, waar ook echt ruimte was om de tijd te nemen voor dingen. En dan kunnen zulke soort dingen ook ontstaan. Heb je een voorbeeld van een magisch moment? Ja. Er zat een liedje op, het heet Upside Down. En dat is een liedje met banjo. En we hadden het ingezongen en met de banjo ingespeeld. En er miste nog iets. En ineens bedachten we, er moet een soort walking bass, een soort lopend basje in, maar dan op een hele brakke gitaar gespeeld. En we deden dat en we zaten met z'n allen zo in de studio. Oh ja, ja, dit is fijn. En een soort, vroeger noemde dat het de kippenvelfactor. Dat je in één keer zo van, wat je aan het maken bent, dat je in één keer denkt, wow, dat het tot zichzelf ontstijgt. Dat is zo'n moment. En kunnen jullie je eerste ontmoeting beschrijven? Waar jullie elkaar op het eerst ontmoeten? Oh, dat is leuk. Mag ik dat vertellen? Ja. dat was bij een castingbureau. Wij gingen allebei in dezelfde muziektheatervoorstelling spelen. Over het Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend. En Helge ging daar de muziek voor schrijven en in meespelen. En ik ging daar ook in zingen en in meespelen. En we moesten een tegenauditie doen voor een gitarist. En toen ontmoetten wij elkaar voor het eerst. We wisten allebei nog niet dat we daar in dat stuk zouden gaan spelen. En toen eigenlijk, we ontmoetten elkaar even in de wachtruimte. Toen gingen we naar binnen en we gingen meteen achter de piano zitten. Waarom? Omdat we met die gitarist moesten kijken of het zou klikken. Ja, en ik zou meezingen en Helge zou op gitaar of op piano begeleiden. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik echt, wow, wat zo de knetter, wat een stem. Jezus. En toen... Toen ging ik meezingen en toen had jij ook iets van, dat klinkt wel leuk. Ik ben wel blij. Dus dat was meteen vanaf moment 1 en de regisseuse die erbij zat, die had ons los van elkaar gecast. En die zag ons samen en die dacht, oh, dit is mooier dan ik had durven dromen. Omdat het echt, het was meteen gewoon helemaal raak. Welk lied was het? Ja, dat is een goeie. Dat nummer van Marilyn Monroe, dat kleine liedje. Oh ja, ja, ja. Leaves. God, hoe heet dat ding ook alweer? Een liedje van Marilyn Monroe. En ze heeft allemaal van die bombastische liedjes met allemaal strijkers. Maar ze heeft één klein... Één heel klein liedje. Ga ik je straks in één keer in het interview, roep ik het in één keer straks. een ander moment was dat wij op de boulevard gingen spelen en eigenlijk in een festival in Den Bosch. En eigenlijk nog niet precies wisten wat we aan elkaar of wat we moesten doen op dat podium. En... Zonder hele grote afspraken te maken, hadden we na een half uur spelen, onze eerste optreden, stonden wij allebei helemaal op een goede manier te trillen. Dat we dachten van, jeetje, dit is zo weinig hoeven doen om het zo goed te hebben op het podium. Nou, dat is ook een magisch moment. En als je dan vervolgens de rest van de tijd uitverkoopt en dat iedereen helemaal meegaat in, nou, dat is echt fantastisch. Volgens mij is het goede dat we elkaar heel erg laten op het podium. Dat jij heel erg jouw ding kan doen en dat ik heel erg... met mezelf mag zijn, jij mag heel erg jezelf zijn. En daarin steken we elkaar aan en wordt het een soort gebundelde energie die gaat spinnen. Zo voelt het voor mij. Sowieso zijn wij vrij anders. Ja. Ik ben toch, dat denk je misschien iets meer... Op het podium zeker ben ik iets gereserveerder. Ben ik niet zozeer dat ik achter mijn instrument kruip, maar ik ben meer met de muziek bezig. En zij is ook echt heel goed in naar voren gaan en het publiek bij de huiskamer betrekken. Ik vind het leukste om... Gewoon gesprekken aan te gaan met het publiek en ze erbij te betrekken en heel erg contact te maken, inderdaad. Ja. En Helge is heel erg van, die wil gewoon dat het zo goed... Ik wil ook dat het zo goed mogelijk op zijn best klinkt. Maar ik vind het ook heel leuk om ze erbij te betrekken. En dan is het op een bepaalde manier heel leuk dat je een soort van jongen hebt die alleen maar heel mooi wil spelen. En een meisje die heel graag een feestje wil maken. Dus dat is op zich een hele leuke... We bakkelei ook op het podium, maar ook wel eens ruzie. Nou, niet echt ruzie, maar wel gewoon... Dat zij weer een verhaal aan het vertellen is van hier tot Tokio. En dat ik zeg, we gaan nu gewoon door. Noem eens een verhaal. Maak je soms wel eens belachelijk? Nou ja, je vertelt de boulevard. Kan ik dat zeggen? Ja, kan ik best zeggen. Nou ja, zij doet af de percussie. En dat noemt ze dan soms speeltjes. En dat en dan kan je heel lang over die speeltjes en die dingetjes praten. En dan ben ik met mijn hoofd eigenlijk al bij het volgende nummer zelfs. Dus dan hak ik gewoon in en begin ik gewoon te spelen. Maar dat vind jij niet erg? Nee, dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk, omdat... Nee, maar dat bedoelen we. Dat is een leuke mag strijd. Ook. Het is een leuke strijd. Het kan ook. Ja. Zij mag ook een liedje overnemen, zeg maar. Een liedje, we zijn heel vrij daarin.